In het FD van zaterdag stond over wijnen. Huibrig Duiken, de wijnkoper van het jaar 2011, komt uit Groningen vandaan. En het was onze eigen Wietse en Anouska Snaak die deze eer te beurt viel. Dan stond er in Financiële Telegraaf: collectebus voor de eurozone blijft leeg. De beoogde helpende hand werd niet aangereikt op de G20-top van de machtigste industrielanden in het Franse Cannes. China, Brazilië, Rusland en de oliestaten hielden de hand op de knip. Wel werd besloten om Italië onder curatele van de IMF te stellen. En dan, ja, Papandreou, is hij nou heel dom of is hij heel slim? Ik denk dat hij heel slim is. En Papandreou mag blijven, stond er in de Telegraaf van zaterdag. Mega bezuinigen door nieuwe regering van eenheid. En vrijdag stond er in de krant: bijdraaien van Griekenland geeft beleggers moed. Sterke opmars van de AEX. Kortom, een hele mooie agenda om eens over te gaan praten. En dat gaan we onder andere doen met Hans Wiegel. Van harte welkom. Dank u wel. We praten ook met Edwin Wierda van Wierda & Partners, uiteraard over de financiële kant van de zaak. Van de week kwam een hele cijferreeks. ING, ja. Han Vermeulen zei nou, die gaan 1,3 miljard verdienen. Het werd er zelfs 1,7. Klopt. Hoe gaat het dan met ING? Nou, de cijfers waren op zich goed. Het is natuurlijk ook een aandeel wat enorm in beweging is. Ik hoorde een heel leuk verhaal deze week van een paar handelaren van de effectenbanken. En een van de redenen dat de koers van ING zo enorm fluctueert de laatste tijd is omdat er handelaren short gaan in dit aandeel, omdat ze niet short kunnen gaan in andere bankaandelen in Europa. De toezichthouders hebben eigenlijk verboden om short te gaan in Italiaanse banken, Franse banken. Dus als mensen willen speculeren in financiële waardes, gaan ze allemaal massaal short in ING. Nou moet de ING, die moet nog 4,5 miljard aflossen. Klopt. Aan de ene kant. Aan de andere kant hoor je mensen zeggen: ja, maar die banken moeten hun kapitaal verstevigen. Kunnen ze dat beter maar niet even houden dan? Nou, daar heeft ING ook iets over gezegd, hè, tijdens de presentatie van de cijfers. ING moet enerzijds 4,5 miljard euro aflossen aan de staat. De planning was, of is eigenlijk nog steeds, om het volgend jaar te gaan doen. Anderzijds willen de regelgevers willen steeds meer dat banken hogere solvabiliteit op peil houden. Dat is conflicteert met elkaar. Dus dat wordt wel een item de eerste komende tijd. Brunel, hè, die deed het heel goed. Die kwam met cijfers. Omzetgroei van 40%. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ja, Brunel is een detacheerder. In simpele woorden, een uitzendbedrijf. En ze zijn voornamelijk actief in de energiesector. Ja, want de andere uitzendbureaus doen het niet zo. Nee, nou ja, goed, die zitten minder in die olieindustrie. En kijk, je ziet dat bijvoorbeeld een USG stijgt, heeft een omzetgroei van 2% in het derde kwartaal. Brunel inderdaad 43%. Dus uit alles blijkt gewoon dat die energiesector is enorm booming. PostNL die komt maandag geloof ik met zijn cijfers. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Die staan heel laag, 3,30. Ja. Ja, maandag is een spannende dag voor PostNL en zeker voor de beleggers. PostNL is van 8 euro teruggezakt naar 3,30 euro op dit moment. PostNL heeft altijd gezegd dat ze hun dividend gaan uitkeren en dat het 150 miljoen euro in totaal zal zijn. Nou, als ze die verwachting waarmaken, zal dat inhouden dat de beleggers 10%, of meer dan 10% rendement halen. En ze gaan maandag zeggen of ze dat wel of niet gaan uitkeren. Maar is dat niet net zoiets als KPN? Dat ze dus heel liquide zijn, dividend uitkeren, maar toch zachtjes achteruit gaan? Ja, maar ik denk dat de koers van PostNL staat veel en veel te laag. Ongeacht of ze wel of geen dividend uitkeren. Als je gewoon kijkt, wat heel weinig mensen weten, ze gaan per 1 januari de posttarieven met 10% verhogen. En dat mag? Dat mag, dat is al goedgekeurd. Is er geen concurrentie meer? Nou, er is zeker wel concurrentie. Die is wel enigszins afgenomen, omdat twee concurrenten samen zijn gegaan. Maar als jij ziet dat zij de posttarieven hier in Nederland met 10% gaan verhogen. Ja, kijk maar eens naar je kassenbon als je postzegels koopt na 1 januari. Ja, dan weet je wat dat gevolgen gaat hebben op de winstgevendheid van het bedrijf. Unilever, is dat is echt het veilige schip in de branding. Unilever, dat is de rots in de branding. Het is een bedrijf dat wereldwijd actief is in de voeding en in de wasmiddelen met name en persoonlijke verzorging. Ze kwamen deze week mee met cijfers. Nou, beleggers in Unilever hoeven zich zeker geen zorgen te maken. Het is een mooi bedrijf. En wat je bij Unilever heel duidelijk zag deze week aan de cijfers, dat Unilever richt zich steeds meer op groei en daarna op marge. De winstmarge viel enigszins tegen, omdat ze enorm veel spenderen inmiddels aan marketing en reclame. Ze maken ze eerst verslaafd en dan gaan de prijzen omhoog. Ja, de eerst omzet omhoog krijgen en daarna kijken naar de winstmarge. ArcelorMittal, wat is dat nou voor aandeel vandaag? ArcelorMittal is, zou je kunnen zien, dat is de barometer van de economie. Het aandeel kwam ook deze week met cijfers. Zij zien wel wat afzwakking van de wereldeconomie. Maar als je als belegger denkt dat de economie gaat herstellen en dat het allemaal wat minder dramatisch wordt, dan
sommigen nu vrezen, ja, dan is ArcelorMittal gewoon een zeer koopwaardig aandeel. Ja, want ze stonden 30 op een gegeven moment en nu de helft, hè? Ja, nu is ze rond de helft. Dus ik zou me daar voor beleggers in ArcelorMittal adviseren om daar zeker geen zorgen over te maken. Nou, hoor je van zeg maar banken dat er weinig nieuwe rekeningen worden geopend voor beleggers. Heb jij nou nog nieuwe klanten? Ja, bij ons gaat het in die zin goed. Er komen steeds meer klanten bij. Beleggers weten de weg te vinden. Ik vind het ook logisch. Kijk, zoals je weet, ik heb 15 jaar voor de Rabobank gewerkt. Ik heb gezien wat goed gaat bij de grote banken en wat minder goed gaat bij grote banken. Hoe erg is de situatie nou en is die situatie nou te vergelijken met andere periodes uit uw carrière? Nou, de situatie is natuurlijk onzeker. Hè? Of hij erger is dan andere situaties is nog maar de vraag. Maar hij is wel onzeker en waar mensen natuurlijk nooit van houden is van onzekerheid. Hè? Het is ook veel hyperiger dan vroeger. Dat zie je ook in de Tweede Kamer, maar dat zag je bijvoorbeeld ook aan de reacties op het besluit van de minister-president van Griekenland om een referendum te gaan uitschrijven. Iedereen in paniek. Alsof het ook zo was dat meneer Papandreou dat in paniek heeft gedaan. Wat natuurlijk absoluut niet het geval is. Is het een doordachte manoeuvre geweest? Ik denk het, ja. Als heeft hij dat nou geoefend met Sarkozy en Merkel voor die tijd? Ik denk dat hij er met geen woord met Sarkozy en met de bondskanselier over heeft gesproken. Dat kan ook niet, want dan was het verhaal niet zo gevallen. En de heer Papandreou is trouwens niet een pure Griek. Hè? Zijn moeder is Amerikaans. Hij is ook eigenlijk heel westers. Hij is een beetje Noord-Europees. Hij zou ook in de Britse politiek kunnen zitten. En hij heeft natuurlijk gedacht, met al die kritieken die hij kreeg, ik schrijf een referendum uit. Ik confronteer de bevolking van mijn land met dat zij dan moeten beslissen. Nou, toen ontstond daar dus allerlei gedoe. Toen ontstond onmiddellijk dat de oppositie in Griekenland zei, ja, de minister-president moet weg, maar wij steunen toch wel dat pakket. Hè? Ja. Dat had die oppositie eerder nooit gedaan, dus dat is een meesterzet van Papandreou. Vervolgens kreeg Papandreou, dat bleek zaterdagochtend, toch weer de steun van de meerderheid van het parlement. En hij gaat nu kijken naar de nationale regering. En misschien komt daar een ander uit als de nieuwe minister-president. En als die de zaak dan op orde heeft, zo'n nationaal kabinet met misschien wel een nieuwe premier, dan schrijven de geschiedenisboeken later over meneer Papandreou dat hij het op het ultieme moment uitstekend heeft gedaan. Maar het is de derde generatie al, hè? Zijn vader was een beetje wilder dan deze hele rustige man. Nou, is het zo, zeg maar, die G20 die kwam bijeen in Cannes, hè? Ja. En ze dachten daar even die 1000 miljard op te halen. Dat is toch een belachelijk idee? Hè, bedoel, als de plannen zelf nog niet echt zijn uitgewerkt. Ga je ook geen geld geven? En die onzekerheid er is in Griekenland en Italië. Gaan toch de Chinezen en de Brazilianen niet geld in die pot storten? Alleen al de gedachte bij de Franse president dat dat allemaal gebeuren zou, zodat hij ook een beetje kon gloriëren. Dat is dus ook niet over nagedacht.